Machteloos. Troosteloos. Het is niet te bevatten. Echt niet. Gisteravond vloog het pand in brand. Door middel van een bericht van mijn buurman. En een van de brandweerlieden die belde me. Ja, daar ben ik hierheen gereden als een mal. En hoe dat verder is verlopen weet ik even niet. Het wordt een beetje wazig vanaf dat moment. Ja, echt gewoon een blackout. Er komt zoveel op je af dan. Van verzekeraars tot agenten. Ja, het is niet iets wat je van tevoren rekening mee houdt. Voorraad en gereedschap is verloren gegaan. Ja, we hebben een grote bulkvoorraad aan hout, schroeven. Ook alle kozijnen, ramen voor klanten. Alles. We krijgen heel veel steun van iedereen. Ja, je bent gewoon alles zijn we kwijt. We hebben nog één auto. Dat is het. Hoe nu verder? Nou, dat gaan we nu uitzoeken. En we gaan gewoon... Morgen pakken we de draad gewoon weer op met één auto. En dan hopen dat we snel weer volledig inzetbaar zijn.